Trisha en haar man Kurt hebben zondag twee zaken geopend in Izegem, namelijk fitnesscentrum Oxygen en de indoor speeltuin Kids & Play. Het fitnesscentrum zal gerund worden door Kurt, de man van Trisha. Trisha zelf wacht een hele uitdaging. Wij zijn alle dagen open en de Kids & Play zelfs ook, dat school bezig is. Dus voor de oma's en de opa's is dat welkom. En dat is ons Marie-Laure, voilà. Zeg, vertel eens, wat is de Kids & Play eigenlijk precies? Dat is, ja, Kids & Play is een indoor speeltuin. Hè, zoals we dat in ons landje heel veel hebben, hebben we dat hier ook. En we hebben dat een klein beetje opgewaardeerd met een barretje. Het fitnesscentrum dat door het koppel overgenomen werd, is een goed draaiende zaak. Het is allemaal perfect. De mensen zijn niet tevreden. De leden zijn niet tevreden. We hebben 900 leden, ja, in de Oxygen. Maar dat werkt. Oxygen werkt. Maar we willen de indoor Izegem, Kids & Play, een beetje opwaarderen. En dat is mijn taak. Opvallend is dat Trisha en Kurt anderhalf jaar geleden trouwden in Olen. En nu op 140 kilometer van hun woonplaats een zaak openen. Ik ga zo eigenlijk een klein beetje de wereld rond. Of Vlaanderen rond, laat ons zo maar zeggen. Wij hebben een appartement in Olen. Wij pendelen nog altijd naar Olen. Wij hebben een huis in Beverlei naast de ouders van Kurt. Voor de opvang van de kindjes. Omdat ik twee jaar iets minder functioneerde. En nu ben ik volledig klaar om eraan te beginnen. Dit is eigenlijk altijd een droom geweest, maar een onbewuste droom. Iets starten met je partner, dat je alle dagen je energie in kunt steken. En dat is heel wat anders als je moet gaan zingen, want ja, het kost altijd heel veel centen. En iedere keer, bij elke single, moet je er volle energie in geven. En dit is gewoon Oxygen en Kids & Play. Je start en dat groeit. Dat stopt niet, dat groeit gewoon. Hoe meer dat je best doet, hoe meer leden dat je hebt en hoe meer klanten dat je hebt. Maar in een zangcarrière is dat niet. Dat is elke keer opnieuw met een single uitbrengen. En ja, dat is heel vermoeiend en dat wou ik niet meer.